De afgelopen weken werden 8 verschillende advocatenkantoren in Arnhem en Nijmegen bekogeld met stenen. Janneke Steenbrink, lid van de Raad van Orde van Advocaten in Gelderland, zei eerder al dat de incidenten lijken op volstrekte willekeur. De kantoren houden zich niet bezig met dezelfde zaken en werken in verschillende rechtsgebieden. De enige overeenkomst is dat het om kleinere kantoren gaat. De Orde van Advocaten roept getroffen kantoren op om zich te melden.